De ploeg straalde enorm veel vertrouwen uit in de vooravond van het toernooi. Ook al waren er sommige resultaten minder. Ik merk nu wel, het vertrouwen is er misschien niet meer. Er is wel geloof en hoop. Kun je daar ook mee werken? Ja, tuurlijk. Want dat zijn dingen die... Kijk, het vertrouwen wordt minder als je twee keer verliest. Dat is heel logisch. Daarom heb ik ook in aanloop naar het toernooi gezegd, toen we met 3-0 verloren in Hamburg, dat het gewoon heel goed was voor dit team om te winnen op Wembley. En jammer genoeg heeft zich dat niet vertaald in een overwinning tegen Denemarken. Want dat is ongelooflijk vervelend. Maar het vertrouwen waar je het nu over hebt, ik denk dat ook na een overwinning op Denemarken nu ook groter zal zijn. Maar goed, het is wel iets waar je mee te maken hebt. En ik verstop me daar ook niet achter. En dat is er gewoon. Maar het is ook heel snel weer weg. En dat kan in een wedstrijd met één actie of binnen een paar minuten ook zo zijn. En we weten wel dat we gewoon nog heel goed kunnen voetballen. En het kan ook zo weer terugkomen. En het kan zo weer terug. Dankjewel.